Ik ga het met jullie in deze video weer hebben over Fortnite seizoen 4. Er zijn namelijk allemaal nieuwe leaks die allemaal dingen aankondigen wat er dus in het nieuwe seizoen gaat komen. En dat ga ik allemaal uitleggen in deze video. Ik wil deze mensen even heel erg bedanken voor het abonneren op mijn kanaal. Echt dikke SO naar jullie. Wil je nou een shoutout in een video? Klik dan eventjes nu op dat abonneerknopje. En wie weet kom je dus in een nieuwe video met je naam in beeld. Dan gaan we nu gewoon gelijk beginnen met de video, dames en heren. En dan gaan we alles te weten komen over Fortnite seizoen 4. Kijk eens aan, jongens en meisjes. Daar zitten wij weer in het menu-schermpje van Fortnite chapter 3 seizoen 3. En deze video gaat eigenlijk helemaal niet meer over seizoen 3. Want in deze video gaan we het volledig hebben over het nieuwe seizoen. Wat er natuurlijk binnenkort aan gaat komen in Fortnite. Dus blijf sowieso eventjes kijken naar het eind van deze video om alles te weten te komen. Maar voordat we natuurlijk gaan beginnen, vraag ik weer eventjes jullie mijn code te laten gebruiken in de Fortnite Itemshop. Want gebruik mijn supporter creator code nog niet in die Fortnite Itemshop, zou ik het gewoon heel erg nice vinden als je mij eventjes support. Het is letterlijk dezelfde naam als mijn YouTube kanaal. Dus als je nou afvraagt van, joh, hoe moet ik jouw code tikken? Nou, kijk dan gewoon naar mijn YouTube naam en vul die dan gewoon in. En laat eventjes in de reacties weten dat je mijn code gebruikt. Want dan ga ik natuurlijk voor jullie proberen je een hartje te geven. Maar jongens en meisjes, sowieso dikke SO naar de mensen die mijn code gebruiken. Blijf sowieso kijken naar het eind van deze video. Want hoe meer mensen mijn code gebruiken, hoe vaker misschien ik voor jullie een giveaway kan doen. En misschien zit er in deze video dus wel een giveaway. Maar daar gaan we nou eventjes niet over hebben. Dat misschien aan het eind van de video. We gaan het vandaag hebben over de Battle Pass. En überhaupt het aankomende seizoen. Wat er natuurlijk gaat aankomen. Want we zijn heel dichtbij bij het nieuwe seizoen. Zoals je kan zien is chapter 3, seizoen 3 tot en met zaterdag 17 september. En dan krijgen we natuurlijk waarschijnlijk een live event. Met natuurlijk de intro van het nieuwe seizoen op zondag waarschijnlijk. Maar ik heb weer nieuwe leaks voor jullie wat aan gaat tonen. Wat er dus in het nieuwe seizoen gaat komen. En hoe de nieuwe Battle Pass eruit gaat zien. Want we hebben natuurlijk de Battle Pass, zoals je weet, hem hier staan. We hebben natuurlijk de Battle Pass zelf al helemaal unlocked. Ik heb die 100 al unlocked, zoals je kan zien. Ik heb de bonus rewards al unlocked. Ik heb de Snapskin nog niet helemaal unlocked. Daar moet ik nog even een paar challenges voor doen. De Indiana Jones pagina heb ik al unlocked. Eigenlijk alles wat met deze Battle Pass te maken heeft, heb ik unlocked. En als je nou denkt van, ik heb nog maar een maandje de tijd om tier 100 te worden bij wijze van spreken, of bij wijze van spreken de bonus rewards te unlocken, dan heb ik een tip voor jou. Als je nou denkt van, ik ga het niet op tijd redden, ik moet heel veel spelen, ga dan eventjes naar de Fortnite itemshop. Ik weet niet hoe lang deze nog in de itemshop is. Ik denk tot het eind van het seizoen. Maar koop dan eventjes voor 12 euro of voor 1200 V-bucks deze skin. Want voor deze skin krijg je natuurlijk een skin helemaal gratis. Dus je krijgt de skin, je krijgt een camo, je krijgt een pickaxe. Maar wat nog belangrijker is, is je krijgt er een quest bij. En met die quest kan je dus totaal 30 levels omhoog gaan. Dus denk je van, ik ga het niet redden voordat het nieuwe seizoen begint. Ik wil wel het maximale level horen. Dan zou ik gewoon, als ik jou was, dus deze pack kopen. Ik dacht, ik geef het even aan een tip als jullie, als je dat nog niet hebt gedaan. Want ja, je kan er ziek snel mee levelen. Fortnite doet het eigenlijk altijd wel aan het eind van het seizoen zo'n skin giften. Waardoor mensen toch nog gepusht worden om tier 100 te halen. Wat natuurlijk gewoon nice is. Want mijn doel is eigenlijk ook wel elk seizoen minimaal natuurlijk tier 100 te halen. Nou ja, die koop ik al vaak voor jullie voor een video. Maar helemaal de bonus rewards te unlocken. Maar daar gaan we nu verder niet meer over hebben. Want dat is allemaal met seizoen 3. Seizoen 3 is bijna verleden tijd, dames en heren. Maar er worden steeds meer leaks naar buiten gebracht. Dat dus het nieuwe seizoen daadwerkelijk echt weer een Marvel seizoen gaat worden. Ik heb het vorige video al gezegd. We hebben natuurlijk al heel veel Marvel skins. Als we terugkijken naar het vorige seizoen, hebben we een 1000 Marvel skin gehad. En het seizoen daarvoor ook. Want dat zijn natuurlijk Spider-Man. En zoals ik al zei, Doctor Strange. Maar er gaan dus geruchten dat Iron Man weer terug gaat komen. En Iron Man is inderdaad ook part of the Marvel serie, zoals je kan zien. Want Tony Stark is natuurlijk een andere versie van Iron Man. Dus we kunnen verschillende varianten gaan krijgen. En ik heb dadelijk ook een screenshot van dus een concept hoe de Battle Pass er eventueel uit kan gaan zien. Maar ik denk dus dat het heel erg aannemelijk is dat dus aankomend seizoen weer Marvel team gaat worden. Het hoeft niet te betekenen dat de hele Battle Pass vol zit met Marvel skins. Maar het kan dus wel zo zijn dat de 1000 skin bij wijze van spreken een verschillende versie van Iron Man is. Of misschien wel hele nieuwe Marvel skins die wij nog niet gezien hebben. Maar dat terzijde, dames en heren. Er is namelijk ook een hele grote leak geweest op 4chan. En ik weet niet of jullie 4chan kennen. 4chan is een soort van Reddit. Alleen daar kan je ook anoniem bericht op plaatsen. En dat is dus gekomen van een medewerker van Epic Games. En dat gaat dus over dat het aankomende seizoen, de aankomende Battle Pass seizoen en überhaupt het hele seizoen, ook met de map natuurlijk, een throwback seizoen gaat worden. Dat zou heel erg vet zijn, want we weten natuurlijk dat we aan de flipside leven. De bovenkant van de map waar we nu op spelen was het andere seizoen, natuurlijk een paar seizoenen in het vorige chapter, de onderkant van de map, oftewel de wereld is helemaal omgedraaid. Maar als we natuurlijk de map hier bekijken, hebben we natuurlijk bij Logjam Lotus, hebben wij een reality tree staan.
We hebben bij Reality Falls een tree staan. We hebben nu hier zo in dit gebeuren een tree staan. En ja, hoe verder we in het seizoen komen, hoe meer van die trees uit de map komen. Dus als het dus daadwerkelijk een throwback seizoen zou zijn, wat ik dus ook in een vorige video al voorspeld heb, kan het dus zijn dat op elke POI waar dus deze bloemen zeg maar aan het groeien zijn, we daadwerkelijk OG startjes terugkrijgen. Misschien krijgen we Dusty wel terug. Misschien krijgen we Tilted Towers op een andere manier wel terug als dat die hier in de game zit. Misschien krijgen we de OG Tilted terug. Ik heb geen idee hoe dat natuurlijk zich af gaat spelen. Maar dat heeft niet te maken met alleen het throwback seizoen. Het throwback seizoen kan ook te maken hebben met dat wij allemaal OG wapens terugkrijgen. Dus misschien krijgen we de Scar terug. Misschien krijgen we de Grappler terug. Misschien krijgen we de OG Pump terug. De Pump zoals we hem later in het seizoen gekend hebben. Misschien de OG Tech SMG. Alles is mogelijk als we natuurlijk een throwback seizoen gaan krijgen in Fortnite. En met die throwback seizoenen kunnen we natuurlijk ook weer de map heel erg anders eruit laten zien, zeg maar, als dat die er nu uitziet. We kunnen natuurlijk als we naar de Battle Pass gaan, misschien dingen die al in de game gezeten hebben, maar er anders uitzien, weer terug in de game laten komen. En daarom, als het dus daadwerkelijk een throwback seizoen kan gaan worden, of gaat worden, is het dus ook wel heel erg aannemelijk dat er weer iets met Marvel gaat komen. Want Marvel zit natuurlijk al in de game. Ze hoeven letterlijk alleen maar skins die eigenlijk al bestaan in de game toe te voegen. Want we hebben natuurlijk laatst, vlak voordat ik deze video opneem, de Destiny skins gekregen. Zoals je kan zien, ik heb deze natuurlijk gekregen van Epic Games. Omdat ik natuurlijk Epic partner ben. Dus dankjewel Epic Games voor het giften van deze skins natuurlijk. Maar dat betekent dus dat Fortnite eigenlijk een hele brede spectrum op kan gaan van natuurlijk hoe en wat de seizoenen en Battle Pass gaan worden. Maar dan wil ik nu deze foto in beeld met jullie laten komen. Want dit is dus een concept van de Battle Pass. Hoe die er eventueel uit kan gaan zien. Zoals je kan zien, de Battle Pass heeft dus bij wijze van spreken een versie van Iron Man. Met een hele aparte grote versie die best wel sick is. Als we dan naar de Assemble X23 krijgen, zien we dus de vrouwelijke Wolverine. De bonus rewards zie je ook dus twee Marvel skins. De Fortnite crew zou dus dan daadwerkelijk de hulk gaan worden. Wat ik dus vorige keer voorspeld had als dus Battle Pass pagina 1 skin. En als we dus kijken bij Coming Soon, de bonus skin kan dus inderdaad de Miles Morales skin gaan worden. Dus dit is daadwerkelijk een heel goed, ja hoe zeg je dat, concept gemaakt door iemand. En ik weet niet wie die persoon is, maar het kan dus daadwerkelijk zo zijn dat natuurlijk het inderdaad zo eruit gaat zien. Maar goed, dat moeten we nog eventjes ongeveer 3 weken verwachten. En dan begint het nieuwe seizoen natuurlijk. En als het nieuwe seizoen begint, ga ik natuurlijk ook aan jullie Battle Passes weggeven. Dus daarvoor moet je sowieso geabonneerd zijn. Dus als je nou al seizoen 4 kansen maken om een Battle Pass, klik dan sowieso eventjes nu op dat abonneerknopje. Klik even op dat abonneerknopje hier beneden met dat belletje aan. Want dan ga jij niks missen van XP glitches in seizoen 4. Allemaal leuke challenges in seizoen 4. Want we gaan in seizoen 4 echt weer knallen. Natuurlijk ook, als je kansen maakt op die Battle Pass tegen die tijd, ga dan eventjes naar de itemshop. Gebruik dan ook eventjes mijn supporter creator code in die Fortnite itemshop om dan ook kansen te maken. Want dat zijn wel stappen die je moet doen. Want dan ga ik natuurlijk weer echt super veel geld uitgeven. En ik dacht, weet je wat, we gaan gewoon deze video ook nog wat leuks doen. Ik ga namelijk aan één iemand die deze video kijkt, deze quest pack natuurlijk giveaway. Want er zijn waarschijnlijk mensen die nog niet tier 100 zijn. Dus wil je nou tier 100 worden of wil je de bonus rewards nou goed unlocken, abonneer dan sowieso even op mijn kanaal met dat belletje aan. Dat is stap 1 die je moet doen. Stap 2 is, zoals ik al zei, de supporter creator code in de Fortnite items op gebruiken. Dus accepteer mijn code. Stap 3 is even een blauw duimpje omhoog achterlaten op deze video. Dus like deze video. En stap 4 is even naar de reacties gaan en naar jouw Epic Games naam comment. En dan ga ik één iemand blij maken nu met deze pack. En natuurlijk heel veel mensen als natuurlijk een nieuw seizoen drupt met een Battle Pass. En ik hoop dat zoveel mogelijk mensen de Battle Pass unlocken. Zodat ze lekker items kunnen gaan unlocken. Dus jongens en meisjes, ik hoop dat jullie heel erg genoten hebben van deze video. En dat ik jullie een beetje informatie heb gegeven. En als ik meer info heb, dan kom ik sowieso weer terug bij jullie met een nieuwe video. Sowieso morgen een nieuwe video online. Daarom moet je dat belletje aanzetten. En dan check ik jullie morgen bij een nieuwe video. Dus dames en heren, tot later. Doei doei!